Het is vandaag 19 juni 2018. Mijn naam is Chris en dit is het Game Nieuws. En we beginnen vandaag met de nieuwe DLC van Call of Duty World War 2. Het is namelijk weer zover. Volgende week gaat er een nieuwe DLC uitkomen. Namelijk United Front. En uiteraard gaat die allereerst uitkomen natuurlijk op de PlayStation 4. 30 dagen later op de Xbox One en op de PC. De release datum is 26 juni. En uiteraard zoals altijd zitten er natuurlijk 3 nieuwe maps in. 1 nieuwe zombies map. En een nieuwe War Mode map. De namen zijn Market Garden, Monte Cassino, Stalingrad. Dat zijn dus de gewone maps. En dan daarnaast de War Mode map, Operation Supercharge. En ook natuurlijk de zombies map, de Torturous Path. Hartstikke tof natuurlijk. Ja, hij kost €15 en hij is gratis natuurlijk als je een Season Pass hebt. En dan Fallout 76. Ja, de game is natuurlijk getoond op de E3. Het is een online survival game. En je kan solo spelen, je kan met een groepje spelen. Al wordt dat wel aanbevolen, omdat je namelijk gewoon elkaar heel erg kan helpen natuurlijk. En ook moet vechten tegen andere clans, zeg maar, die in de wereld zijn. Er gaat een beta voor uitkomen. Super tof natuurlijk. De release datum van de beta is nog niet bekend. Het is wel bekend dat de beta alleen is voor de mensen die de game pre-orderen. En nou is het ook zo dat de beta allereerst uit gaat komen op de Xbox One. En later op de PC, PlayStation 4 en de PC. En de release datum van de full game is 14 november. Dus ja... laat zeggen dat hij een maandje, twee maandjes eerder uitkomt. September, oktober. Lijkt me plausibel. En dan de game Beyond Good and Evil 2. Ja, we weten dat hij al een tijdje in ontwikkeling is. Wanneer die gaat uitkomen? Geen flauw idee. Maar er is toch wel een klein lichtpuntje aan de horizon. Want namelijk de geestelijk vader van Beyond Good and Evil. Dat is meneer Michel Ancel, die heeft namelijk op Instagram gezegd dat er mogelijk een beta komt eind 2019. Nog eventjes afwachten. En dan Fortnite Battle Royale. Nog steeds natuurlijk immens populair. Al moet ik je wel eerlijk zeggen dat de populariteit wel ietsjes aan het afnemen. Heeft weer een update gekregen vandaag. Sinds vandaag kan je namelijk stinkbommen vinden in de game. En deze veroorzaken in ieder geval een lichte damage. Dus altijd handig natuurlijk als je iemand eigenlijk moet stunnen. En dan in ieder geval je damage hem ook nog. Dus dat is op zich heel erg grappig. Ik moet je eerlijk zeggen dat het in ieder geval gelukkig een update is. Die niet hele erge impact geeft op de game. Er is ook de afgelopen tijd best wel wat commentaar gekomen naar PlayStation toe, aangezien er geen PlayStation Switch crossover is. En Sony is met een statement naar buiten gekomen. Ik zal hem even voorlezen. We luisteren graag naar wat de PlayStation community te zeggen heeft over de verbetering van de speelervaring. Met wereldwijde verkoopcijfers van 79 miljoen PS4-consoles en meer dan 80 miljoen maandelijkse actieve PSN-gebruikers hebben we een grote community van gamers die Fortnite en veel andere titels samen kunnen spelen. Ook ondersteunen we crossplay in Fortnite met PC, Mac, iOS en Android-apparaten, waarmee we de mogelijkheid aanbieden om Fortnite-fans op de PlayStation 4 te laten spelen met spelers op andere platforms. Ja... Dat is de statement van PlayStation. Ik moet je eerlijk zeggen, eigenlijk hebben we er nog helemaal niks aan. Want dat bevestigt eigenlijk gewoon dat er geen crossover is met de Nintendo Switch. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Final Fantasy VII. Want er komt namelijk een remake van. En dat is al eerder gezegd door Square Enix. Sterker nog, dat is al gezegd op de E3 van 2015. Ze hebben in ieder geval nu gezegd van, zodra Kingdom Hearts 3 klaar is en gereleased is op 29 januari volgend jaar, kunnen wij meer mensen zetten op dit project en dan kunnen we dat allemaal een beetje versnellen. Moet je wel eerlijk zeggen dat ik het zelf allemaal best wel lang vind duren. Het is al een remake en het duurt dus al 3/4 à 5 jaar. Nou, we moeten dat dan eventjes afwachten.
Overigens is ook meteen bekend gemaakt op welke datum de E3 van volgend jaar is. Dat is namelijk van 11 tot en met 13 juni 2019. Weer in Los Angeles, in het zogeheten Los Angeles Convention Center, waar het nu ook is. Oeh, dat kwam er niet helemaal goed uit, maar dat maakt niet uit. Jullie begrijpen me. Dit was in ieder geval weer het game nieuws van vandaag. Vergeet niet een like te geven op deze video natuurlijk. En laat je suggesties in ieder geval achter bij de comments. Laat achter waar je allemaal hype voor bent. Er komen zoveel toffe games uit. Dankjewel voor het kijken. Bye bye. Later. Thank you.